Die oorlog tussen Groot-Brittannië en die twee boerenrepublieken is reeds meer dan 2 jaar aan gang. Daar was nog geen einde in zicht nie. Die boeren was niet bereid om die wapens neer te leggen en van hun onafhankelijkheid af te zien. Op 25 januari 1902 het die Nederlandse regering een gedenkschrift aan die Britse regering oorhandig waar Nederland aangebied het om als bemiddelaar op te treden. Die aanbod is een maand later van die hand geweest in bewoording wat daarop geduid dat die weg geopen is voor onderhandelings tussen die boeren en die Britse verteenwoordigers in Zuid-Afrika. Op 4 maart 1902 ontvang Schalk Burger, vice-president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Transvaal, correspondentie in verband met die zaak van Lord Kitchener, die Britse opperbevelvoerder. Burgers antwoord het op die volgende neergekomen. 10 maart 1902. Daar is kennis geneem van uw correspondentie, gedateerd 4 maart. Ons is bereid om uw vredesvoorstellen te onderzoeken, maar alleenlijk nadat daar met die Vrijstaatse regering oorleg gepleegd is. Ik verzoek dus hiermee die Britse overheid om mij toe te laten om naar Bloemfontein te reizen om die zaak daar met die regering te gaan bespreken. Kitchener het ingewillig en gehelp om burgers met president Steyn in verbinding te brengen. Die uitslag was een bijeenkomst op 7 april 1902 op Klerksdorp, waar die twee boerenregeringsvertegenwoordigers, deur Burger, staatssecretaris F.W. Reitz, commandant-generaal Louis Botha, generaal J.H. Delarey en die heren L.J. Meyer en J.C. Krog. Hulle die uitvoerende raad van die Transvaalse Republiek uitgemaakt. Die Vrijstaat is verteenwoordigd door president M.T. Steyn, generaal C.R. de Wet, generaals Herzog en Olivier en W.J.C. Jack Brebner, wat als staatssecretaris waargeneem het. Vice-president Schalk Burger het als voorzitter opgetree en dominee J.D. Kistel was die secretaris van die vergadering. Die doel van die vergadering is aan u allemaal bekend. U is allemaal vertrouwd met die voorstellen van Lord Kitchener. En ons moet vandaag besluiten waar die houding van ons twee republieken ten opzichte van die voorstellen zal wees. Vooraf zou die vergadering eerst wil vernemen hoe die toestanden buiten die veld is en hoe die burgers voelen, generaal Botha. Meneer de voorzitter, medeburgers, in mijn militaire gebied zien zaken beslist niet rooskleurig daaruit niet. Die hele gebied wordt hier kruis met vijandelijke blokhuislinies en daar is bijkans geen vee meer oor nie. Die mensen zijn het bitter. Het wordt al hoe moeilijker om kost aan te krijgen. Op die oomblik is daar maar nog net 5200 man onder die wapen en voor hulle wordt het ook al hoe moeilijker om die strijd voor te zetten. Ons het niet genoeg rijperen nie. Die vijand en die Zulus bewapen om tegen ons te vecht. Maar ik moet tenslotte nog met die grootste oortuiging bijvoegen, meneer de voorzitter, dat die geest onder die burgers goed is. Dank u, generaal Botha. Wat het u te burger, generaal de Wet? Ons het nog hoop, meneer de voorzitter. Die geest onder die burgers in die Vrijstaat is kerngezond en daar is niet sprake van oorgeen nie. Ons beskikt nog over voldoende voedsel om die strijd voor te zetten. Vee is ook maar skaars, maar daar is nog genoeg graan om onze jaren in leven te houden als dit moet. Hoeveel mannen is op die oomblik nog in die Vrijstaat onder die wapen, generaal? 5000. En zoals ik aan het begin gezegd heb, met een uitstekende geest en warm harte. Generaal Delarey? Ik heb nog 2000 weerbare mannen onder die wapen. Zoals het die geval met generaal Botha is, heeft ook ons baie last van blokhuislinies wat zaken ernstig belemmer. Materiële die burgers het ook niet breed nie. Baie van hulle het nie meer kleren nie en daar is nog genoeg milies en vee. In die Kaapkolonie het ek nog 1800 man in die veld en dan is daar ook nog 600 vrystaters wat hulle bystaan. Onder die omstandighede wat ek nou kortliks vir u geskets het, meneere, sien ons echter nog kans om met die oorlog voort te gaan. Dit is dan hoe die toestand op die oomblik daar uitsien. Ons het echter nog nie oor die voorstel van Lord Kitchener gepraat nie. Wat is die gevoel van die vergadering? Moet daar schriftelijk met hem onderhandeld worden of zou u voorstellen dat die zaak persoonlijk bespreekt moet worden? President Steyn, hebt u iets op je hart? Voor mij bestaan daar net 1 voorwaarde waarop vrede gemaakt kan worden. Ons kan en mag en zal niet onze onafhankelijkheid prijsgeven. Mijn gedachte is nog diezelfde als 1 jaar geleden. Ik heb nog niks gemerkt wat mijn houding veranderd heeft. Wat ik wel gemerkt heb,
is dat die vijand van sy hoge positie wat hy eerst bekleed neergedaal het. As hulle nie bereid is om tot ons onafhankelijkheid toe te stem nie, moet hulle maar voortgaan met die strijd. Ek wil dit so, en die burgers ook. Ek sien eerder daarvoor kans om onvoorwaardelik onder die Engelse tot nie te gaan, as om mooi broodjies te bak en hulle voorwaardes na te kom. Staatssecretaris Reitz. Ek stem nie met president Steyn saam nie. Ek wil voorstel dat daar liever met die Engelse onderhandel word. Hulle sal nooit as te nimmer tot onafhankelijkheid toegee nie. Ons republiek, die swakste in hierdie strijd, kry nou die geleentheid om voorstellen, termen aan te bied. En dit sal bewys dat ons bereid is om vrede te maak. Ons is net verplig om een of ander voorstel aan die hand te doen. Hiermee wil ek nie voorgee dat ons bereid is om ons onafhankelijkheid prijs te gee nie. Dit mag voorlopig net nie ter sprake gebring word nie. Ons mag dit nie doen nie. Ons moet in hierdie strijd volhard en ons kan. Ons is daartoe in staat. Generaal Herzog, u wil iets sê. Ek stem met generaal de Wet saam. Ons is daartoe in staat, maar u moet onthou dat die grondwette van die twee republieke daarvoor voorsiening maak, daar nie aan ons onafhankelijkheid getorring mag word nie. Voordat hulle so iets kan doen, moet die volk eerst geraadpleeg word. Ons sal de volgende 7 sake met die Britse overheid bespreek. Een voorstel dat de tolunie ingestel word. Sake rakende die post, telegraaf en spoorwegunie. Stemreg moet bepaald word. Die forte by Pretoria moet vernietig word. Toekomstige arbitrasie in geskille. Die twee tale moet gelijke rechte in die onderwijs geniet. En die saak van wederzijdse amnestie. Ek sal telegrafisch versoek dat de persoonlijke onderhoud met Kitchener in Pretoria gereel word. Die onderhandeling het op 12 april begin. Lord Kitchener wou niks weet van die voortbestaan van onafhankelijkheid nie, op wat er voorwaardes ook al. Toe het president Steyn aan die woord gekom. My volk mag nie in 'n toestand geplaas word waarin hy sy selfrespek verloor nie. My volk mag nie vernederd voel in die oë van die Brit nie. My liewe president Steyn, dit is onmoontlik vir 'n volk wat soos die boere gestry het om sy selfrespek te verloor. En dit is net so onmoontlik vir die Engelsman om op so'n volk neer te sien. Ek wil u vandag goeie raad gee. Onderwerp u aan die Britse vlag onder 'n stelsel van selfbestuur. Dit is al wat ek u kan aanraai. As dit u meer gerust sal stel, onderneem ek om die voorwaardes wat u gestel het aan die Britse regering te stuur en dan sal ons maar op hulle antwoord moet wag. Die antwoord uit Londen was nee. Toe die onderhandelings die volgende dag voortgesit is, was Lord Milner ook teenwoordig. Hy was echter nog meer onverbiddelik as Kitchener, wat toch daarom nog een greintjie menslikheid geopenbaar het. Vice-president Schalkburger en president Steyn het hulle standpunt herhaal dat die burgers eers geraadpleeg moes word. Milner is aan die woord. Mag ek weet of die krijgsgevangenes ook geraadpleeg sal word? Die excellentie kan die vraag toch nie in ernst bedoel nie? Ja, seker. Hoe kan die krijgsgevangenes geraadpleeg word? Hulle is siviel dood. Om maar een praktische bezwaar te noem. Gestel die krijgsgevangenes besluit dat die oorlog voortgesit moet word. En die burgers op commando dat het beëindig moet word. Wat dan? Eet gelijk, president. Eet gelijk. Ons gee ook toe dat die twee regerings van die republieke nie die gesag het om die onafhankelijkheid prijs te gee nie. Daar sal dus reëlings getref moet word dat die burgers in die veld geraadpleeg word. Ons stel dus voor dat 30 verteenwoordigers van elke republiek gekies word en dat hulle op 'n kongres oor die lot van die republieke sal beslis. Hiertoe is ooreengekom. Terwyl die offisiere die burgers geraadpleeg het oor wie gekies sou word, het 'n tydelike wapenstilstand geheers. Die kongres sou op 15 Mei 1902 op Vereniging byeenkom. Die eerste, grootste en laaste volkscongres het op die datum vergader. Die beraadslaging het tot 31 mei geduur. Dit was die grootste historiese monument in die geskiedenis van die Afrikanerdom. Uit alle oorde van die Transvaal en die Vrystaat het die helde van die oorlog opgedaag. Byna almal offisiere wat nou die eerste keer na 'n stryd van 2 jaar en 8 maande weer saamkom.
Generaal J.C. Smuts, staatsprocureur van de Zuid-Afrikaanse Republiek en rechtsadviseur, maar niet lid van die regering nie, was uit die Kaapkolonie teenwoordig. Generaal C.F. Beyers uit die verre Noord-Transvaal. Generaals Muller, Chris Botha, Kemp, Limberg, Louis Botha en die leeuw van die Weste, generaal Delarey. Uit die Vrystaat het de wet Baden-Ors en Hertsog gekom en bijna elke commando is door sy commanderende officier verteenwoordig. Generaal Beyers is tot voorzitter van die congres verkies. Die meeste van die congrestijd is in beslag geneem door militaire versla en vooruitzichte in elke deel van die land. Hier het gebleek dat die Vrystaters en die West-Transvaalers nog hoopvol was en die strijd wou voortzet teenoor die sombere gesteldheid van die Transvaalse hoofveldburgers wat geneig was om vrede teen enige prijs te sluit. Die gevaar was een splitsing in die gelederen van die volk. Die belangrijkste oorweging bij allemaal was die toestanden van die vrouwen en kinders in die concentratiekampen waar duizenden reeds gesterf het. Delarey het boot uiteindelijk oorgehaal om ten gunste van die Britse voorwaardes, wat Kitchener en Milner namens die Britse regering gestel het, te stem. Dit het kortliks neergekom op die erkenning van koning Eduard die 7e as hulle soevereine vors, die repatriatie van krijgsgevangenes, een geringe mate van vergoeding vir verliese, die belofte van spoedige zelfregering en hulp met die heropbouw van die land. Maar hierteen oor die onverbiddelijke eis om die vrijheid prijs te gee gestaan. Dit was 31 mei 1902 en voor 12 uur daarie middag moest die beslissing volgens Britse eis geveld word. Generaal J.C. Smuts is aan die woord. Ons het gekom tot een donker punt in die ontwikkeling van die oorlog en van ons zaak. Voor mij des te donkerder en pijnlijker, omdat ik een van die personen was wat als lid van die regering van die Zuid-Afrikaanse Republiek die strijd met Engeland aangeknoop het. Dit is voor ons een groot oomblik. Misschien die laatste wat ons als een vrij volk en als een vrije regering bij elkaar zal komen. Laat ons ophef tot die hoogte en grootheid van die geleentheid en tot de beslissing waarvoor die Afrikaanse nageslag ons zal zien en niet vervloek nie. Ons zaak als een krijgszaak kan ons nog verder voeren, maar ons is niet hier als een leermag nie, maar als een volk. Niemand verteenwoordig hier net een eie commando nie. Elkeen verteenwoordig hier die Afrikaanse volk. Nie net die deel wat nou nog in die veld is nie, maar ook die deel wat reeds hulle levens vir die Afrikaanse saak gegee het, en die deel wat na ons nog sal bestaan. Ons verteenwoordig nie net onszelf nie, maar ook die duisende dooies wat die laaste offer gebring het. Die krijgsgevangenes verspreid oor die aarde, die vrouwe en kinders wat in die vijandse kampe by duisende uitsterf. Ons verteenwoordig die bloed in die trane van een ganse volk. Hulle roep ons toe uit die gevangenisse, die kampe, die graf, die veld en die skoot van die toekomst om wyselik te besluit en niks te doen wat kan lei tot die ondergang van die Afrikaanse volk en dus die opofferinge die hulle gemaak kan verydel nie. Ons mag die volk nie vir die onafhanklikheid opoffer nie. As daar geen kans is om die vrijheid te bekom nie, word het ons verplig om die strijd te staak, zodat ons nie ons volk, ons toekomst, opoffer vir 'n blote idee wat nie meer verwesenlik kan word nie. Uit die buitenland sal geen hulp kom nie. Europa sal met ons sympathiseer tot die laaste boereheld in sy graf is, die laaste boerevrou met gebroken hart na die graf is, tot ons ganse volk opgeoffer is op die altaar van die geschiedenis en van die mensheid. Ook in die Kaapkolonie is daar geen vooruitzichte nie. Ons het besluit om tot die bittere einde te staan. Laat ons as manne erken dat daar die bittere einde gekom het in 'n bitterder vorm is wat ons gedink het. Ons buig voor Gods wil. Die toekomst is duister, maar ons sal die hoop, die moed en die vertrouwen op God nie prysgee nie.
Niemand zal mij ooit oortuig dat die ongeëvenaarde opofferings door die Afrikaanse volk op die altaar van die vrijheid gelei ijdel en te vergeefs sal wees nie. Die vrijheidsoorlog vir Suid-Afrika is gestry, nie net vir die boere nie, maar vir die ganse volk van Suid-Afrika. Die uitkomst van die strijd lê ons aan Gods hand. Misschien is het sy wil om die volk van Suid-Afrika door neerlaag, door vernedering, ja, selfs door die dal van doodskade weer te lei, tot een betere toekomst en een helder dag. Generaal Smuts het toespraak die deurslag gegee. Toe daar gestem is, was die uitslag 54 ten gunste van die aanvaarding van die Britse voorwaardes en 6 daarteen. Daardie middag laat is die lede van die twee regerings per trein na Pretoria en om 10:55 die aand het hulle en Milner en Kitchener namens Brittanje die verdrag geteken. Die gevoel van die burgers by die wapenaflegging die volgende paar weke word uitgedruk in die eerste vers van een gedig deur president F.B. Reitz. Niet langer mag de vierkleur wapperen, met tranen gaven by haar af. Sy is met onze dode dapperen, verdwenen in eervol graf.